Wartman heeft bij deze 1507 sous-vide stick gekozen voor een stijlvolle, minimalistische bediening met twee soft-touch knoppen en één scrollwiel. In deze video demonstreren we hoe je met deze krachtige circulator binnen no time lekkere gerechten kunt maken. We laten zien hoe je de circulator opstart, een programma instelt en hoe je de circulator uitschakelt. Zodra u de stekker van de sous-vide stick aansluit, hoort u een pieptoon en ligt het scherm kort op, zodat u weet dat het apparaat op het lichtnet is aangesloten. De circulator staat nu nog niet aan, hiervoor houdt u de aan-uitknop lang ingedrukt. U hoort een korte pieptoon en het display schakelt in en blijft aan. U kunt nu een programma instellen, de circulator begint nog niet met verwarmen. U kunt een programma instellen met de setknop en het scrollwiel achterop de sous-vide stick. Op het display staan drie instellingen. De gewenste temperatuur rechtsboven in het display, de set time, oftewel de gewenste tijd links onderin, en de work time, oftewel de verstreken tijd rechts onderin het display. De grote cijfers midden in het scherm geven de huidige temperatuur van het water aan. De instelling die op het scherm knippert is de instelling die u op dat moment kunt wijzigen. U wisselt tussen de drie instellingen door de setknop kort in te drukken. U hoort hierbij een korte pieptoon. Op dit moment knippert de temperatuur, wat betekent dat draaien aan het scrollwiel nu de gewenste temperatuur rechtsbovenin wijzigt. Door eenmaal kort op de setknop te drukken wisselt u naar het instellen van de set time. Nu stelt u met het scrollwiel de set time in, hoe lang u het gerecht wilt verwarmen. De derde instelling, Worktime, valt op dit moment niet te wijzigen. De Worktime geeft namelijk aan hoe lang het programma al loopt, maar omdat het programma nog niet gestart is, is het nu niet van toepassing. Zodra u tevreden bent over het programma, drukt u eenmaal kort op de aan-uitknop om de circulator op te laten warmen. De circulator warmt nu het water in enkele minuten op tot de ingestelde temperatuur. Dit opwarmen telt niet mee voor de bereidingstijd, dus de Worktime blijft nu nog op nul staan. Zodra het water op temperatuur is, geeft de circulator herhaaldelijk drie korte pieptonen om u te laten weten dat u de vacuümzakken in het water kunt plaatsen. Nadat u de zak in het water geplaatst heeft, houdt u de setknop ingedrukt totdat u een enkele piep hoort. Het programma is nu gestart, dus de melding dat het water opgewarmd is stopt en de worktimer rechts onderin begint nu te lopen. U kunt zich nu richten op andere gerechten of lekker ontspannen met een glas wijn, terwijl de circulator het water binnen 0,1 graden Celsius van de gewenste temperatuur houdt. Zodra de bereidingstijd voorbij is en de worktime dus gelijk is aan de settime, geeft de sous-vide stick weer herhaaldelijk drie korte tonen om u hiervan op de hoogte te stellen. Is de rest van de maaltijd nog niet klaar of zijn uw gasten wat later, dan kunt u deze melding uitschakelen door weer de setknop lang ingedrukt te houden tot u een enkele piep hoort. Een van de grote voordelen van sous-vide is immers dat u een gerecht lange tijd op temperatuur kunt bewaren. De worktimer telt rustig door. Zodra u het gerecht uit het water gehaald heeft, kunt u het programma stoppen door eenmaal kort op de aan-uitknop te drukken. De circulator blijft nu aan in stand-by modus, handig voor als u kort daarna een nieuw programma wil starten. Heeft u de circulator niet meer nodig, dan schakelt u de circulator helemaal uit door de aan-uitknop lang ingedrukt te houden. U hoeft hiervoor niet eerst het programma te stoppen. Na uitschakelen koelt de circulator zichzelf en maakt het nog enige tijd geluid. Dit is normaal. Zodra de circulator stilvalt, kunt u de stekker verwijderen. Tot slot nog een tip. Mocht u tijdens een programma iets willen wijzigen, dan kan dat. U kunt met de setknop en het scrollwiel alle instellingen nog aanpassen zonder het programma te stoppen. Zo kunt u bijvoorbeeld de temperatuur verhogen als u de biefstuk toch medium rare wilt hebben. Bij het verhogen van de temperatuur geeft de circulator weer een signaal zodra hij op temperatuur is. Ook nu kunt u het signaal uitschakelen door de setknop ingedrukt te houden tot er een enkele toon klinkt. Bedankt voor het kijken. Mocht u meer willen weten over Wartman 1507, bekijk dan ook eens onze productvideo over deze mooie sous-vide stick. Voor de actuele prijs kunt u via de link in de beschrijving de 1507 in onze webshop terugvinden.